Tip van de dag is de tentoonstelling in het Louis Couperus Museum. Ik denk dan zelf een beetje aan intellectuele boeken. Nou ja, en misschien deze tentoonstelling, die gaat over Heliogabalus, een Romeinse keizer die rond 200 na Christus regeerde. Heliogabalus was nogal een extravagant figuur. Hij gaf waanzinnige feesten, liet exotische dieren serveren. Om zijn gasten te entertainen maakte hij tijgers en leeuwen los en liet hij dus dan op die feesten rondlopen. Lijkt mij nog wel heel erg spannend, maar goed. Maar nog bijzonderer aan hem was dat hij op mannen, of eigenlijk gezegd op vrouwen en mannen viel. Dus hij was een biseksueel, maar hij was ook nog een transgender. Hij droeg pruiken, deed jurken aan, hij liet zich prostitueren. Hij had een favoriete slaaf, Hierokles. Waarom willen we hier naartoe? Ja, je verwacht het niet. En toch ook weer wel, Louis Couperus, homoseksueel. Het lijkt mij nogal chic, een statig museum. En dan gaan ze zo'n transgender / biseksueel tentoonstellen. Dat vind ik een spannende en misschien ook wel moedige stap. En past ook wel bij deze tijd. Dus heel goed.